direct al uit. Iemand die van buiten kunt, die weet niet waar die heurt. Hey, al heurt, waar het over giet. Dat kan toch niet, nee vroeger hij dat niet. Hey, al heurt, dat zingt mee om de beurt. Maar de historie van Kampen, gaat het IJsselmuidenaar aan? Ja, tuurlijk. IJsselmuidenaar van de Kamperet. En hoe lang hebt u hem in uw bezit gehad? 10 jaar. En wat is de reden dat u hem nou weg doet? Dat ben je weg hoor. En omdat ik op de school is, dat er geen geld meer is. En wat vindt u van het idee dat hij door een IJsselmuidenaar is gekocht? Probeer het. Ken de kanten en wie hier, het is ons geluk. Hij moet al die omen zijn, ting lang op rug. Ik ken de wel, ons kan bevallen. Nou gaan dus IJsselmuidenaren kopen de stuur van Kampen. Wat is daarvan de reden? Nou, wij zagen vanmorgen dit stuk in de krant staan. Kampen stuur verdwijnt. Nou, dat is toch werkelijk belachelijk. Wij hadden zoiets van, die gaan we stokje voor steken en zorgen dat dat ding in ieder geval in de gemeente Kampen blijft. Dus we hebben gelijk de telefoon gepakt en hebben actie ondernomen. Nou, een mooi initiatief en blij dat de steur in ieder geval gered is. En hopen dat hij zo gauw mogelijk weer de IJssel ziet. Kijk nou, hij ziet er gewoon niet uit nu. Hij is gewoon best wel kapot. Ja, toegetakeld. En wij gaan zorgen dat hij gewoon prachtig mooi opgeknapt wordt. En we hebben daar al connecties mee gehad met een kunstacademie. En die mensen zijn bereid om ons daarmee te helpen. En die vis moet gewoon volgend jaar sowieso weer in mei het water in. Dat is toch een stukje nostalgie wat bij Kampen hoort. En de legende leeft natuurlijk ook nog steeds door, hè?